Dat bewegen goed is, weet langzamerhand iedereen. Dat het niet alleen geldt voor je lichaam, maar ook voor systemen, weet vooral de mechatronicus, specialist in het beheersen van bewegende systemen. Als de leidinggevende met het team monteurs mechatronica de planning van die dag heeft besproken en de taken verdeeld, gaat ieder aan zijn eigen werk op zijn eigen niveau. De mechatronicus houdt zich bezig met testwerkzaamheden aan een snackautomaat. Hij is namelijk degene die alles weet van moderne constructies van machines, mechanische en elektrische aandrijvingen en automatisering en is goed op de hoogte van de hard- en software op dit gebied. Hier test hij bijvoorbeeld de begintemperatuur van het water en hij kijkt of de zenders voldoende energie leveren. Met een stralingsmeter controleert hij ook op radiomagnetische straling, hetzelfde als geluidstrillingen, en lekkage. Na het opwarmingsproces wordt de watertemperatuur weer gemeten. Daarbij worden productiebegeleidingsdocumenten geraadpleegd, omdat alles volgens een vast protocol moet verlopen. Als een collega met een probleem zit met het inregelen van een snackautomaat die al af is, wordt de mechatronicus erbij gehaald om met zijn kennis en ervaring het probleem te helpen oplossen. De collega blijkt met een afstellingsfout van de sensor te doen te hebben en al snel is het probleem verholpen. Hierna volgt een afspraak met de ontwerper om een ontwerp of wijziging te bespreken van een bestaande unit. Afwisseling genoeg dus, want nu moet er een elektronische klus uitgevoerd worden aan een volautomatische grill. Nauwkeurig bijhouden wat je precies gedaan hebt, hoort er natuurlijk ook bij. Bij elke bewerkingsstap hoort een controlelijst. De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. En nadat hij gevraagd heeft of alles wat op de lijst staat ook is uitgevoerd, tekent hij ervoor. Dan is het lunchtijd en kijk, daar doe je het dan allemaal voor. Werkt het echt? Leuk als je lunch uit een machine komt waaraan je zelf gewerkt hebt. Dan smaakt het allemaal nog beter. Misschien lekker.